Broeders en zusters, hartelijk welkom op deze avond, bezinningsuur, ter voorbereiding op de viering van het heilige avondmaal, dat, zo de Heere wil, wij aanstaande zondag in het midden van de gemeente mogen vieren en zo om de dood van de Heere te gedenken. Wij willen dit moment van samen zijn beginnen met samen te zingen, een psalm van verootmoediging voor de Heere, psalm 6. Daarvan het tweede, het derde en het vierde vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Wanneer wij onze zonden onder ogen zien, dan is het goed om ons te realiseren wat die zonden eigenlijk doen met wie de Heer is. Ze halen hem naar beneden. Ze schenden zijn hoogheid. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij en red mijn leven. En wat er verder volgt uit Psalm 6, vers 2, 3 en 4.
Zullen we eerst samen bidden. Heren, zo zijn we hier vanavond gekomen om een moment stil te staan en bezig te zijn met de voorbereiding op het avondmaal dat we, als u het ons geeft, aanstaande zondag hopen te vieren. En heren, we hebben net gezongen en u in ons zingen gevraagd of u al onze zonden wil vergeven. Heren, als tot ons doordringt wat onze zonden eigenlijk zijn, wat onze zondigheid is, dan schrikken we. Dan zouden we moeten schrikken. Als we ons stellen voor uw heilige ogen. Heere, wie zijn wij dan? Dan valt er licht over al die duisternis die nog in ons is overgebleven. En Heere, wat kan dat veel zijn? Misschien zitten we hier vanavond. We zijn thuis verbonden en we moeten dat eerlijk bekennen. Dat er zoveel zonden in ons leven zijn. Zonden die zich uiten in zondige daden, woorden, gedachten. En Heere, dat komt voort uit dat hart van ons. Dat telkens maar weer in opstand komt tegen u. En dat terwijl u niet anders bent dan die goede God die zoveel zegeningen aan ons geeft. Heere, dan staat het schaambrood ons op de kaak. En wij kunnen niet anders dan eerbiedig aan u vragen. Ontferm u over ons. Vergeef ons al onze zonden. En doe niet met ons naar onze zonden, Heere God. Want als u dat zou doen, dan was er voor ons geen hoop, geen eeuwig leven, maar een eeuwig sterven. Maar Heere, nu mogen we ook vanavond ons vastklampen en zicht krijgen, niet alleen op onze zonde, maar ook op uw genade. Op de grootheid van uw heiligheid, maar ook op de grootheid van uw liefde. En Heere, dan bidden wij u of u vanuit uw woord dat licht ook wil laten vallen. Dat licht dat het donker opklaart, dat maakt dat wij voor de zonde dood zijn. Maar dat we het leven in u ontvangen. Heren, wij bidden u of u dat voor ons persoonlijk wil maken vanavond en in deze week van voorbereiding en ook zondag, als dan het avondmaal klaarstaat en gevierd wordt. En Heere, dat wij in die eenvoudige tekenen van brood en wijn dan niet alleen zullen zien dat wij de dood verdiend hebben, maar ook dat u, Heere Jezus, de straf gedragen heeft in onze plaats. En dat er daardoor vrijheid gekomen is voor al uw kinderen. Heere, wilt u zo uw woord open laten gaan, ook vanavond en ook zondag, en geef dat we het rustpunt mogen vinden bij u, Heer Jezus, en daar de vrede ontvangen die alle verstand te boven gaat.
maar die wij zo hard nodig hebben. Zegen ons zo. Wees met ons hier in de kerk en ook met degenen die thuis verbonden zijn. En laat dit zo een goed moment mogen zijn van toewijding aan u en aan uw woord. Wij bidden u dit alles in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Ik wil met u lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus, waar wij de laatste tijd vaker in hebben gelezen in het kader van de serie Preken. En ik wil met u lezen een gedeelte dat we al een keer eerder hebben gelezen, maar waar we nu een aantal andere versen daar de vinger bij willen leggen. 1 Petrus 2, vanaf vers 19 tot en met het einde van hoofdstuk 2, vers 25. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover. Laatste wat we hebben gelezen, laatste zin van vers 24 en ook vers 25, dat herinnert aan Jesaja 53. En naar alle waarschijnlijkheid heeft Petrus dat zo ook aangehaald op deze plaats. En is dit dus ook een citaat uit die profetie van Jesaja. En we willen nu gaan zingen Weerklanklied 28. En dat is een berijming van Jesaja 53. En we zingen daarvan het derde en het achtste vers.
We zingen straks na de meditatie Psalm 34, het 9e en het 11e vers. Ik wil met u stilstaan bij 1 Petrus 2, vers 24, waar Petrus het heeft over de Heer Jezus, Hij die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Als thema koos ik voor deze meditatie Christus gerechtigheid als voorbeeld voor ons leven en als rustpunt voor ons hart. Broeders en zusters, wat roept dat woord gerechtigheid eigenlijk bij u op? Gerechtigheid, dat is een echt Bijbels woord, dat zult u weten. Dat komt zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament steeds weer opnieuw. Kom je dat tegen? Maar wat roept dat eigenlijk op? Als we dat lezen, als we onze Bijbel openslaan en we lezen dat woord, gerechtigheid. Je gedachten kunnen verschillende kanten opgaan, denk ik. Je kunt allereerst om je heen kijken naar de wereld waarin wij leven en dan zien hoeveel ongerechtigheid er is. Soms zou je willen dat er meer gerechtigheid, rechtvaardigheid was in de wereld om ons heen. Wat is er een onrecht? En dat kun je ook als christen ervaren. Het gedeelte dat we hebben gelezen maakt deel uit van een grote gedeelte van de Petrusbrief, waar we nog niet zo lang geleden ook bij stil hebben gestaan. En daarin is het een van de belangrijke thema's, ook sowieso van deze brief. Lijden omwille van het goede. Omwille van het geloof. Omwille van je toewijding aan de Heer Jezus. In verschillende situaties werkt Petrus dat uit. En daarbij sluit hij uiteraard aan bij hoe de situatie in die dagen ook was. Christenen waren onderworpen aan de macht van stadhouders en van keizers die hen niet gunstig gezind waren en steeds minder gunstig gezind. En je zou zomaar als christen op een zeker moment kunnen zeggen, tot hiertoe en niet verder, nu kom ik in opstand. Maar nee, zo houdt Petrus ons voor, dat moet niet gebeuren. Onderwerp je omwille van de Heer aan alle menselijke orde, heeft hij geschreven. Er waren slaven die te lijden hadden onder slechte meesters, die hen slecht behandelden. Toch moeten ze hun meesters onderdanig zijn, schrijft Petrus. Het goede blijven zoeken ondertussen en laat het onrecht dat je dan ondergaat, laat dat dan maar over aan God. En dat geldt ook voor christenvrouwen die het moeilijk hebben in een huwelijk met een ongelovige man. En wordt ook die weg gewezen, de weg van navolging van de Heer Jezus. En dat betekent in de praktijk voor hen, laat je levenswandel zo zijn dat je man en anderen daarin de vrezen des Heren opmerken. Kom niet in opstand, blijf dienstbaar, maar laat ondertussen in je doen en laten merken dat je in het eigendom van de Heer Jezus bent. En ook voor een christen man, in de omgang met een ongelovige vrouw, zo schrijft Petrus, geldt dat hij geroepen is met begrip met haar samen te wonen en haar te blijven eren. Zo worden we daartoe gemaand, om onze plek in de maatschappij in te nemen, in al die verbanden waarin we gesteld zijn. En dan is te verwachten dat wellicht in de loop der tijd ook wij al meer in zulke situaties terecht kunnen komen. Situaties van onbegrip, van smaad, van vormen van onrecht, wat wordt aangedaan. En daarom is deze brief ook zo actueel, denk ik. En Petrus die wijst ons dan steeds op de Heer Jezus. Hij is het voorbeeld om na te volgen. En welk voorbeeld nou? Speciaal ook dit. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. En je ziet Jezus in gedachten staan voor Caiaphas. En hij wordt bespot en beschimd. En aan het kruis, de spot wordt met hem gedreven.
maar hij schelt niet terug. En toen hij leed, en wat heeft de Heer Jezus onnoemelijk moeten lijden, denk bijvoorbeeld aan die vreselijke geeseling door de Romeinse soldaten in het gerechtsgebouw van Pilatus. Jezus dreigde niet. Maar hij gaf al dat onrecht dat hem werd aangedaan. Hij die geen zonde gedaan had, die alleen maar goed had gedaan. Hij gaf al dat onrecht over aan zijn Vader. God de Vader die rechtvaardig oordeelt. Ja, schrijft Petrus, je moet het daarom als genade beschouwen. Als je zo om het geweten voor God dingen moet verdragen die je pijn doen en dat je daarbij ten onrechte lijdt. Want zo mag je Christus navolgen. Nou, zo kan het woord gerechtigheid bij ons een verlangen opwekken. Een verlangen nadat er recht gedaan zal worden. Voor jezelf, voor anderen die onrecht lijden. Maar in plaats van dat je het recht in eigen hand zou nemen, moeten we het overlaten aan God die rechtvaardig oordeelt. We mogen het lijden in zijn hand leggen. En ondertussen onze levenswandel rein bewaren voor de Heer. En dat verlangen, en dat is een onderdeel van het avondmaal, dat mag bij het avondmaal versterkt worden. Als zondag brood en wijn in ons midden zijn en we worden geroepen om dat tot ons te nemen, dan krijgt u deel aan het lijden van Christus. En dat mag u dus ook zo heel letterlijk nemen. De Heer Jezus die roept ons op als kerk, als gemeente in deze wereld, als christen in deze wereld, om hem ook in zijn lijden na te volgen. Niet zelf op je strepen staan. Niet voor jezelf opkomen en je eigen hachje willen redden. Maar om in deze wereld maar één richting, één koers te varen. En dat is achter de Heer Jezus aan. Je roeping volgen. Ook als dat betekent dat je moet lijden vanwege het goede, vanwege geloof. Aan het avondmaal worden we opnieuw verbonden aan de Heer Jezus. En aan hem verbonden zijn betekent dat je ook daarin deelt. Zijn roeping was het om te gaan lijden en sterven, om door dat lijden en sterven heen tot heerlijkheid te komen. Nou, zo laat Petrus ons zien. Zo gaat hij al zijn kinderen voor. En zo is het de roeping van iedere gelovige om hem ook daarin na te volgen. En dan daarbij ook te weten dat als wij het in Gods handen moeten leggen, het onrecht en het lijden, God eenmaal ook recht zal doen. Zoals het in het avondmaalsformulier ook wordt verwoord, dat we bij het avondmaal ook mogen uitkijken naar de wederkomst van Christus, omdat hij zal wederkomen op de wolken om recht te spreken. Al het onrecht dat er is, dat onbestraft is gebleven, de onrechtvaardigen die met hun onrechtvaardigheid lijken weg te komen, ze zullen Gods oordeel niet kunnen ontgaan. Christus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En op weg daarnaartoe mag het avondmaal ons dan versterken om steeds dat voorbeeld van de Heer Jezus voor ogen te houden, brood en wijn, lichaam en bloed, om ons zo in die wereld van onrecht te ondersteunen en te versterken, opdat je het uithoudt.
dat je het uithoudt met hem, die tot in het diepst van de dood gehoorzaam is gebleven aan de wil van zijn vader. Maar dan kom ik bij het tweede. Christus' gerechtigheid is niet alleen een voorbeeld voor ons leven, maar ook een rustpunt voor ons hart. Want nou kan dat woord gerechtigheid ook nog andere gedachten bij ons bovenbrengen. Zeker ook als het gaat over de wederkomst en het oordeel. U kent misschien wel het verhaal van Maarten Luther. Hij las ook in zijn Bijbel steeds weer dat woordje gerechtigheid, Gods gerechtigheid. En later heeft hij daarover geschreven, terugblikkend: ik haatte dat woord gerechtigheid. Het vervloekte en verdoemde mij. Ik zei tegen God: houd u dan nooit op mij te plagen met uw toorn. Maar ik hield niet op te bonzen tegen dat woord van Paulus, Romeinen 1 vers 17, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Gods gerechtigheid. Dat kan ook een bron van onrust voor je zijn. Wij kunnen kijken naar de wereld om ons heen en naar het onrecht dat daar is, bij anderen, bij degene die dat onrecht doen en wie daar het slachtoffer van zijn. Maar wat nu als je eens naar binnen kijkt? God is een God van gerechtigheid. Dat betekent dat hij trouw is aan zichzelf, aan wie hij is, aan hoe hij zich ook geopenbaard heeft in zijn woord. En als dat zo is, dan is hij dus ook trouw aan wat hij van u en mij vraagt en eist. Namelijk dat we geheel en al voor hem zouden leven en hem zouden toebehoren. Zijn gerechtigheid, dat betekent dat hij vasthoudt aan zijn volkomen heiligheid. En dan krijgt die gerechtigheid een dreigende kant. Wat nu als God als rechter mij oordeelt? Wat nu als ik voor zijn rechtbank sta? Dan zal hij je toch schuldig verklaren. Is er dan niet alle reden bij hem om te zeggen dat je zijn oordeel moet gaan dragen? En dat oordeel, dat is de dood. De eeuwige dood. Ons sterven is de straf op de zonde. Wie ingaat tegen Gods woord, gaat in tegen zijn gerechtigheid. En wie tegen Gods gerechtigheid ingaat, die komt in aanraking met Gods heiligheid en zijn volkomenheid. Die komt inderdaad, zoals Luther dat schreef, in aanraking met zijn toorn. Dat hij de zonde niet verdragen kan, omdat het ingaat tegen alles wat hij is, namelijk volkomen goed. En midden in dat gedeelte, dat is zo opvallend, waarin Petrus het heeft over dat je als christen onrecht moet lijden omwille van het geloof. En dat je dan het voorbeeld van de Heer Jezus, van zijn lijden en sterven, voor ogen mag houden. En dat je dan dus eigenlijk kan zeggen, zoals hij de weg moest gaan, zo moet ik hem nu ook gaan. En ik ga hem op de manier zoals hij hem ging. Midden in dat gedeelte komt hij opeens terug op wat nou de diepste betekenis van dat lijden en sterven van Christus is geweest. Ja, ook voor Petrus zelf. Namelijk vers 24, dat Jezus onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat staat er niet voor niks zo. Op het hout van het kruis. Maar dat het er zo staat, dat herinnert aan de offerdienst
zoals een brandofferdier op het hout werd gelegd. En dan werd het hout aangestoken en dan brandde het offer. Zo heeft Christus zich op het hout laten spijkeren, om daar de brandende toren van God te dragen. Zijn toren over onze zonde en onze ongerechtigheid. Christus werd als een lam geslacht. Petrus denkt er hier ongetwijfeld aan terug. Het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. En buiten Christus is Gods gerechtigheid dan ook iets om voor te verschrikken, wanneer Hij er niet zou zijn. Maar in Christus is Gods gerechtigheid juist een geweldige rijkdom. Want inderdaad, God houdt vast aan zijn gerechtigheid. Hij doet geen water bij de wijn. Als Hij van ons vraagt dat wij volkomen heilig voor Hem zullen leven. Hij legt de lat niet wat lager. Maar wij hoeven die gerechtigheid niet in onszelf te vinden. Christus heeft die gerechtigheid voor u verdiend. Hij heeft onze zonde op zich genomen. Hij heeft ze in zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij, vers 24, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Omdat Christus onze zonde in zich heeft opgenomen, als het ware in zich heeft opgezogen, Hij die geen zonde gedaan had. Hij werd beladen met onze zonde en Hij bracht het op het hout als een offer. Omdat Hij dat gedaan heeft, zegt Petrus, daarom zijn wij voor de zonden dood. Die zonden zelf, die zijn eigenlijk dood. Die doen je niks meer. Die klagen je niet meer aan. Daar komt God in het oordeel niet meer op terug. Ze zijn er, zeker. En God is volkomen rechtvaardig, dat ook. Maar ze worden je niet aangerekend. Als je in Christus bent, dan sterf je niet. Dan is niet de dood je deel, maar het leven. Dan mag je leven voor de gerechtigheid. Dat is leven van Christus' gerechtigheid, als die rijkdom, als die schat waaruit je vrede en dankbaarheid mag ontvangen, omdat Hij alles voor je heeft volbracht. En dan mag je ook gaan leven voor, ten behoeve van die gerechtigheid. Dan komt er ruimte om het goede te doen en het goede te zoeken. Om inderdaad je levenswandel rein te bewaren, niet om daarmee iets te verdienen, maar omdat Hij zo goed is, dat wij dan ook het goede zoeken. Om God lief te hebben als een dankoffer voor het offer dat Hij bracht. Na zondag bij de viering van het avondmaal nodigt deze Jezus Christus u als gastheer uit om zo aan Hem verbonden te zijn. U wordt genodigd om te delen in de gerechtigheid die Hij heeft verworven toen Hij stierf aan het kruis en zijn lichaam op het hout gaf. En als u die zonde en ongerechtigheid onder ogen ziet en moet zien, weet, er is nergens anders rust te vinden voor uw ziel dan hier, bij Christus. Buiten Christus zul je, net als Luther, de gerechtigheid van God niet anders kunnen ervaren als iets bedreigends,
Als je weet dat eenmaal Christus komt en het oordeel er is, wie zal voor God kunnen bestaan? Maar als u ontdekt dat Christus gerechtigheid je wordt toegerekend, als was het die van jezelf, terwijl je er niets voor hebt gedaan, je ontvangt het alleen maar uit genade. Ja, dan ontvang je ook vrede, rust. Hoe wordt dat je deel? Nou, door geloof alleen. Geloof, dat is vertrouwen. Dat is jezelf uitleveren. Dat is op Gods woord, zijn belofte, vertrouwen. Als een soldaat die capituleert en uit zijn loopgraaf tevoorschijn komt met een witte vlag. Heer Jezus, niet langer vecht ik tegen u, want ik heb dat nodig, genade. Dat wat u verdiend heeft aan het hout. Wees mijn verlosser en mijn koning. Broers en zusters, als zondag brood en wijn rondgaan, dan mag u dat zo beleven en ik hoop dat u dat zult doen. Lever uzelf maar uit en stel uw vertrouwen op niets en niemand anders dan op hem. Want Petrus heeft het zelf ook ontdekt. Hij neemt je zonde weg. Daar stond hij op de rand van het meer van Galilea. En 3 keer vroeg Jezus het hem: Petrus, heb je mij lief? 3 keer. Waarmee hij herinnerd werd aan zijn eigen ongerechtigheid. Zijn verloochening van hem. Maar 3 keer vroeg Jezus het: heb je mij lief? En met elke keer dat Jezus die vraag aan hem stelde, werd er als het ware 1 keer weggestreept. Door Jezus' liefde. Door zijn genade. Hij was ook voor Petrus gestorven. Ook die verloochening van Petrus. Alle 3. En al dat andere wat er in zijn leven was, had hij voor hem op het hout gebracht. En zo handhaaft God zijn hoge gerechtigheid en is het tegelijk leven voor zondaar. Zo is God het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd nabij en goed, in tegenheid en smart. Want de Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Amen.
Heren, wij danken u dat uw woord spreekt over het volbrachte werk van uw Zoon. Heren Jezus, de weg die u bent gegaan, die zo vol van betekenis is. Omdat u hebt geleden en bent gestorven omwille van onze zonde. En Heren, dat had een hoog doel. Dat u namelijk uw kerk zalig zou maken voor eeuwig. En dat het evangelie zou uitgaan in deze wereld. Om op te roepen tot bekering en tot geloof. En Heilige Geest, u heeft zo de kerk op deze aarde verspreid. En wij danken u dat u ons het sacrament van het avondmaal geeft. Om ons te herinneren aan onze roeping. En om uw gerechtigheid, door u verworven, ons helder voor ogen te stellen. En Heren, waar hebben we het aan verdiend? Wat is er aan onze kant? Weinig, niets. Heren, zelfs in het beste dat wij u geven, het beste van onze toewijding, zit nog zoveel van onszelf. Heren, u weet daarvan. U kent de gesteldheid van ons hart. Wilt u het ons genadig vergeven? En Heren, dan kunnen we niets anders doen. Hoe we daar ook in staan en wat we daarin ook bij onszelf ontdekken en beleven. We kunnen niet anders doen dan u vragen om uw hulp. Omdat het is zoals we net hebben gezongen. U verlost en spaart uw volk dat op uw hulp vertrouwt. En dat wordt door u niet schuldig verklaard. Heer Jezus, help ons. Wees u alles voor ons. Wat wij missen. Heere, wees u onze gerechtigheid. Voor uw Vader in de hemel. En dan zien we uit, Heere, naar dat u komt op de wolken en dat alle onrecht en onrechtvaardigheid die er is, weggedaan zal worden. Dat u uw kerk, die in deze wereld steeds opnieuw lijdt omwille van u, dat die kerk verlost zal worden. Dat ze dezelfde weg mag gaan die u, Heer Jezus, ging. Door het lijden en sterven heen naar heerlijkheid toe. Heren, gaat u zo met ons mee als we straks hier vandaan gaan en gaan op weg naar zondag. Geef ons dat te beleven. Dat zo brood en wijn tot ons zullen spreken. Heren, wij bidden u dit alles. En wij danken u dat we dit mochten overdenken. Hoor naar onze gebeden. Omwille van uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen uit de bundel Weerklanklied 486. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgotha. Thank you.
Ik wens u allemaal wel thuis en nog een goede voorbereiding ook op zondag.